Hallo, sommige schrijvers introduceren hun personages heel uitvoerig. Alsof ze in een soort spotlight staan, wordt de hoofdpersoon, maar soms ook bijfiguren, heel uitgebreid beschreven. Van haardracht, kleding, huidskleur, gemoedstoestand tot aan ogenschijnlijk triviale details als muzieksmaak. En dit kan een valkuil zijn voor beginnende schrijvers, die zo het gevoel hebben dat het verhaal pas kan beginnen als de personages zijn geïntroduceerd, dat het verhaal eigenlijk nooit op gang komt. Daar had Roos van Rijswijk geen last van bij het schrijven van haar debuut Onheilig. Ze kiest voor een perspectief zonder autoriële verteller. Dus er is niemand die met de lezer communiceert en personages en situaties van bovenaf beschrijft. Zij heeft enkel aandacht voor de gedachten van de personages en ze creëert zo spanning en open plekken in het verhaal. Je volgt de terminaalzieke Angelique van 57 jaar die haar dagboekje leest en je volgt Miguel, haar zoon, geboren uit een one-night stand met een Mexicaan, die heeft gebroken met zijn moeder en inmiddels in Duitsland woont. Het zijn geen personages die uitblinken in voorbeeldig gedrag. Angelique is eenzaam, vermaakt zich met drank en sigaretten en het kijken van pornofilmpjes. Ze beschrijft hoe af en toe vriend Leendert langskomt met drugs en met plannen hoe ze het beste een einde aan haar leven kan maken. Angelique en Miguel, moeder en zoon, leven zonder elkaar en ze hebben ook niet echt liefdevolle herinneringen aan elkaar. Met het aanstaande einde van Angelique proberen ze elkaar wel op te zoeken, maar ook daar hebben ze nou niet echt veel verwachtingen van. De titel van het boek komt letterlijk terug in de tekst als de Duitse band Unheilig wordt genoemd. Dat is namelijk de band waarnaar de beste vriend van Miguel luistert. Dus we hebben toch een personage met een muzieksmaak, of misschien beter gebrek aan muzieksmaak. Das ist unser Moment und unsere Zeit. Een topband met fantastische schoenen. De titel kun je ook op een andere manier interpreteren door te kijken naar de niet zo heilige personages, de juist wel vrome stervens begeleidt Jacoba, of door te kijken naar de heilige band van moeder en zoon die hier compleet afwezig lijkt. Roos van Rijswijk ontving de Anton Wachterprijs voor dit stilistische debuut vol innerlijke monologen en gedachtes. Het is een boek waarin het leven apathisch doorpruttelt en waarin je haast kan gaan zitten wachten op de dood van Angelique. Het hoogtepunt is misschien wel de scène waarin een extra dood stil op de grond in een woonkamer ligt. Eindelijk een confrontatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat diezelfde exer de voorkant van het boek heeft gehaald. Je zou kunnen stellen dat de roman Eline Vere van Louis Couperus, dat in 1889 verscheen, een nogal typisch begint. De hoofdpersoon van het verhaal is namelijk afwezig op een feestje. Ze voelde zich niet zo lekker, last van nervositeit. Nou, een 19e eeuwse lezer was gewaarschuwd. Een verhaal over een jong meisje dat last had van de destijds veel besproken vrouwelijke ziekte van nervositeit, we zouden dat nu een depressie noemen, dat moet wel problemen gaan opleveren. De hedendaagse lezer ziet vooral een verveeld meisje dat mooi kan zingen, van opera houdt, maar dat een hoogaanstellerig karakter heeft. Ze voelt zich vaak niet zo lekker, twijfelt constant aan haar gevoelens en weet maar met moeite werkelijkheid en fantasie uit elkaar te houden. Zo raakt ze bijvoorbeeld zo in de ban van een operazanger dat ze ervan overtuigd raakt dat hij ook verliefd is op haar en haar zelfs cadeautjes stuurt. Een soort Ed Sheeran of Justin Bieber syndroom. Baby, 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 oh. Het verhaal speelt zich af in het decadente hoge milieu in Den Haag in de 19e eeuw. Het verhaal gaat misschien niet eens zozeer over Eline, maar meer over enkele welgestelde families waarbij de kinderen op zoek gaan naar een geschikte man of vrouw. Er komen dan ook veel namen langs. Een tip aan het begin een soort van stamboom te maken van de families Veren, Verstraten, Van Raat, Verelijn, De Woude van Berg en Van Erlevoort. Eline, die bij haar zus en haar zwager woont, krijgt een aanzoek van Otto van Erlevoort. Ze zegt ja, maar ja, Eline zou Eline niet zijn als ze niet zou gaan twijfelen, gaan wikken en signalen ziet die er niet zijn. Via een brief maakt ze het uit en dan ligt de hele familie van Otto in tranen en Eline ook. Couperus schreef met Eline Vere een verhaal dat thuis hoort in de 19e eeuwse stroming van het naturalisme, waarbij schrijvers als een soort wetenschappers hun personages hun noodlot lieten ontdekken en daarbij aandacht schonken aan de sociale omgeving, de fysieke gesteldheid van de personages en de erfelijkheid. Want dat nerveuze kwaaltje van Eline, dat had haar vader ook, en zo ook haar neef Vincent en het kindje van haar zus, lijkt er ook last van te hebben. Een roman met veel namen, decadente feestjes, veel geween en gesnotter, waarin de verkeerde mensen elkaar lijken aan te trekken en af te stoten. Met in het middelpunt de armzalige Eline, op wie alle mannen verliefd lijken te worden, maar die niet de juiste medicatie voorgeschreven krijgt voor haar psychische gesteldheid en daarmee haar noodlot tegemoet gaat. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family.
Trainspotting is een cultfilm uit 1996 waarin een door Hugh McGregor gespeelde heroïneverslaafde wordt geportretteerd. Een film gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1993 van schrijver Irvine Welsh. Een boek en film over antihelden waarin wordt gescholden en gevochten. Het gaat over een manier van leven van voornamelijk verslaafden en over de rol die drugs inneemt in onze maatschappij. Je zou kunnen zeggen dat de roman Om het Nu van Barry Smith een Noord-Hollandse variant van Trainspotting is of wil zijn. Een ik-verteller uit Hello van rond de 20 is drugsdealer, verslaafd, hangt wat rond met vrienden en gaat naar zijn voetbalclub AZ voornamelijk om te knokken. In korte hoofdstukken lees je verschillende gebeurtenissen uit zijn leven. Er zit niet echt een lijn in, je hoeft dan ook niet veel te onthouden. Elk hoofdstuk staat op zich en ook dat is een overeenkomst met het boek van Welsh. Verder is de ik-verteller een antiheld voor wie je weinig sympathie krijgt en voor wie seks vaak meer een soort van mislukte poging van verkrachting is van jonge gedrogeerde meisjes dan een romantische belevenis. De korte zinnen van Barry Smith weerspiegelen dat ontwikkeling en dus toekomst ontbreekt. Er wordt werkelijk een gedegen kijkje gegund in de keuken van een houtje-touwtje crimineel. Hello is natuurlijk wat anders dan het Schotse Edinburgh uit Trainspotting en Smith is geen stilistische schrijver zoals Welsh. Maar het boek doet zijn titel eer aan door een personage te schetsen dat zich niet druk maakt om de toekomst of om het verleden, maar zich vooral begeeft in en om het nu.